Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Present Nice Deck. We gaan weer lekker verder waar wij afgelopen vrijdag waren gebleven. Dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed, goed, ja. Ondertussen hebben we op zich, ja, is het redelijk allemaal goed gegaan natuurlijk. Maar ik wilde hier deze week in ieder geval hier van allerlei dingen gaan doen. Bijvoorbeeld dit doortrekken en dan wil ik daar allemaal gebouwen of gewoon echt personeelsgebouwen. Moet ik gaan kijken dat ik dit muurtje heel even doortrek. Maar alleen, we hebben er geen geld voor. En bovendien, hier moet ook wat. Of we laten dit zo. Kan natuurlijk ook. Dat we daar opslagruimte van gaan maken. Dat kan natuurlijk ook. Dat we dat hier zo doen. Die is natuurlijk vrij, maar daar komen natuurlijk de werkzaamheden nog. Nou, dan dit even. Daar de opslag. En dan kan dit, zeg maar, helemaal weg. En dan kunnen we vanuit hier personeel bouwwerken, personeel zeg maar doen. Dus dat we echt vanaf hier dit doen. Dan moeten we misschien ook, of we kunnen dat halen met die stroom wat ik heb. Of een hele nieuwe aanleggen. Dat zou kunnen. Dat we een nieuwe aanleggen. Of we pakken gewoon deze. Ik denk dat het best wel deze gewoon pakken voor hier. En dan kijken we wel hoe ver dat deze komt. We kunnen altijd nog een nieuwe stroomkast aanleggen. Ik denk dat. Maar we moeten natuurlijk beveiliging, klopt. Ik denk dat we een hele nieuwe kunnen aanleggen. Dus dat we als eerste eigenlijk een mooie beveiliging gaan maken. Ik denk dat dat het beste is. Maar we hebben er gewoon geen geld voor, dat is dus het hele probleem. Min 3000. Goed, zullen we eens even kijken naar de programma's. Oké, ze hebben wat aan mijn vrijlating, dus dat is goed. Die zitten natuurlijk hier. Het is ook allemaal gedeeld, dat is goed. Hier trouwens moet een muur komen, hè? Deze tot hier, dan wordt dit een opslag. Even kijken. Dan fixen we snel een personeelsdeur hier, zodat ze erin en eruit kunnen komen. Want dit is de opslag en dan kijken hoe wij de beveiliging gaan doen. Mag vrij groot zijn.
waterlijn, dat zit dan niet echt goed er doorheen, hè? Kijk. Het is niet of die hier. Dat dacht ik dus al. Ja. Zijn ze natuurlijk ook mee bezig. Ze leggen hier wel af van, ja. Dus bepaalde dingen snap ik dus even niet. Het eten, dat hebben we natuurlijk gecontroleerd. Zijn er veel mensen? Eentje, wat hebben we aan? Deuren die zitten erin. Oké, dus betekent dat er niemand meer erin en eruit kan. Dat is goed. Alleen personeel, dat is dus ook de bedoeling. Wat de hout ga ik even verkopen. €5.000 hebben wij. Oké, dan maak ik er even kamers van. Wordt dit opslag voor altijd? Deze? Kan binnenruimte leeg maken. En dat doet hij niet. Zo goed. Dan moet hij naar kamers gaan en dat is...
Oh, dit is gewoon even een lege kamer dan. De rest wordt allemaal dus gewoon hier. Wordt opslag. Oké. Okay. Dat is goed. Ik denk niet dat ik bouwwerk kan doen. Want dat kost... een heleboel geld. Juist, dus ik moet... Eigenlijk wacht totdat ik iets van 10.000 of zo heb. Dan pas kan ik iets gaan doen. En dan gaan we er geen gang in maken. Dan gaan we dat gewoon van kamer naar kamer doen. Die kantoren, die zitten daar op zich goed. Maar ik wil juist... deze gaan binnenkort natuurlijk ook weg. Wapenkamer moet er ook, maar dat kan natuurlijk ook gewoon doorgezet worden. Dat we eerst een beveiligingskamer neer gaan zetten. Dat we eerst al die dingen. Goed. 15, ja, dat is niet al te veel wat we krijgen. Kijk eens aan de winkel, dat is goed. Ze gaan namelijk alles verplaatsen. Want we gaan nog even wachten met de cellen natuurlijk. Want ik wil natuurlijk eerst dit hier helemaal vol hebben. En hoe zit dat met de subsidies? Hoe zit dat? Toepassing. Ik krijg er 20.000. Daar zijn ze nog niet mee bezig. Ik koop 5 oesten. Is dat?
Dat ga ik heel even. Ja, ja, dat maakt niet zo uit. Dat is wel even een dingetje hoor. Maar dan moet ik hier alles gaan verkopen. We kunnen misschien even op het. Laten we even kijken wat er verkocht aan misschien moet worden. Oké, dus dit is dus nu hier in ieder geval de opslag wat zo standaard zal blijven. Dat is het beste. Langs het personeel. Die deur die houden we zo. Ik denk dat het dan genoeg is. Dat ik het hier zo erg in ieder geval bij gelaten, denk ik. Goed, kijk eens. Ik ga het hier zo belaten. Wij zien elkaar in ieder geval gewoon weer morgen weer terug. Ik bedoel woensdag, excuses, woensdag weer terug. Goed, kijk eens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot woensdag dan maar weer, hè, jongens. Mazzel!